Dick Linting, jij bent een van de mensen die op vrijdagavond traint bij Lucter en de Mergo. Ja. Er zijn altijd mensen die krijgen nooit genoeg van voetbal. Dat is ook zo, dat is ook zo. Ik ben zo'n 30 jaar geleden ben ik hier begonnen, op vrijdagavond, met een paar mensen. Dat was nog onder leiding van Rondello. En Freddy heeft dat later opgepakt. Toen is hij gestopt met het trainen. En vanaf het begin ben ik erbij en dat was het begin jaren 90. Dus, mag ik aan jou vragen hoe oud je bent? Ik ben bijna 71. Volgende maand word ik 71. Niet om wedstrijden te spelen, maar wel die vrijdagavond die blijf ik doen. En het geweldig mooi werk. En dan onder leiding van Fred dus. En dan altijd met een vaste groep. En dat is geweldig leuk. En dan vooral na die tijd ook nog eventjes een lekker pilsje drinken met een balletje gehakt. Dus dat houden we neer. Rudy Linting, jij bent ook een van de mensen die op vrijdagavond altijd aanwezig is. Maar jij bent meer voor de gezelligheid, voor de sfeer. Juist, helemaal. Wij komen je s'avonds, zeg maar tegen 9:30 ben ik hier. En dan tot een uur of 10:30 en dan pak ik het weer aan. Heb jij wel gevoetbald hoor? Ik heb altijd gevoetbald. Hoe lang doen jullie dit al? Een jaar of 10, 15. Dat ik er gewoon samen voor de gezelligheid bij ben. Gerard van Veen, je bent oud-voorzitter van Lucter de Mergo. En op vrijdagavond sloof jij je nog steeds uit. Krijg je er nooit genoeg van? Nog niet, hè. Zolang de been nog meegaan en zo in enkels, dan gaat het maar even door. En daar heb jij nog helemaal geen last van slijtage in je enkels of je knieën? Nee, ja. Waar je heel vaak reserve staat en zo, heb je niet zoveel last van natuurlijk. Maar jij speelt ook nog wedstrijden? Nee, daar ben ik mee gestopt. Een paar jaar terug ben ik daar mee gestopt. En dat betekent dus dat je voor je plezier hier op vrijdagavond bezig bent? Ja. Ja, dat is wat die een beetje lenig blijft natuurlijk. Lenig blijven en niet achter de graniers? Nee, absoluut niet. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Je hebt er nog steeds plezier aan? Ja, ga elke week met plezier in verband. Ja. En natuurlijk na afloop even dat pilsje aan de bar. Dat is het mooiste. Ja, dat doet. Ja. Speel je ook nog competitie? Zondags in het vierde bij ons, ja. Ook nog elke zondag. En dat betekent dus elke vrijdagavond trainen, elke zondag spelen? Ja, ik heb het niet makkelijk, nee. Nee, dat doen we nog steeds. Maar je hebt er wel alle plezier in. Ja, nog steeds. Fred Brugink, Jij wordt 81 dit jaar. Ja, in juni. En dat betekent dus dat jij nog steeds actief bent bij de club Lucter de Mergo. Ja, daar ben ik nog. Volgend jaar 25 jaar trainer. 25 jaar trainer. Je hebt het overgenomen van Rondello. Ik heb het overgenomen van Rondello. Dat was eigenlijk mijn sportvriend. Die ging ook over aan me heen. En die is 99 geworden. Maar toen hij uitscheidde zijn ze hier belukt hoor. 3 jaar het eerste gehad. Wou jij dat niet overnemen? Nou, dat heb ik overgenomen. En je bent nog steeds super, super fit. Ja, ik ben heel fit nog, ja. Ja, dat klopt. Ja. Is super fit een te grote aankondiging? Nou, super, super. Ja, ik ben wel super fit, ja. Ik train nog, zoals je weet, nog 1 uur of 5, 6 bij Oberfit. En dan doe ik met de jongens zelf mee hier 5 kwartier. En dan hebben we de derde helft, wat heel gezellig is met elkaar. Dus als je nou in het eerste gevoetbald of je hebt in het zesde gevoetbald, mag geen donder uit. Hier is het 1 groep en heel gezellig. Dus de meeste, en je hebt nu ook met Dick Linting gesproken, die loopt hier al 30 jaar. Dus met die veteranen dan. Dus het is gewoon heel gezellig, ja.